alles aan om hun zaak te beschermen tegen overvallen. Maar bij een winkelier in Lelystad hebben al die maatregelen niets geholpen. Al 5 keer is hij overvallen. En volgens hem zit er maar 1 ding op. Een kassasysteem waarbij niemand bij het geld kan. Alleen kost dat 10.000 euro en dat heeft hij niet. Ik doe er echt alles aan. DNA-spray, afromen, kruisen met tijdschakelaars. En blijkbaar is het toch niet voldoende. En dat doet mij ontzettend veel pijn. De afgelopen 10 jaar werden de winkels van de ondernemer 5 keer overvallen. Hij is het spuugzat en ziet nog maar 1 oplossing. Een gesloten kassasysteem. Ik heb het voor het eerst gezien in Spanje. En daar hebben we ook met die ondernemers gesproken. En die zeiden, fantastisch, sindsdien geen criminaliteit meer in mijn winkel. Dit is een systeem waarbij je klant gewoon geld in een apparaat stopt. En het wisselgeld komt eruit. Personeel, niemand komt meer aan het geld, niemand kan er ook meer bij. Maar de kassa kost 10.000 euro en dat heeft Ronald niet. En daarom probeert hij via een inzamelingsactie het geld bij elkaar te krijgen. Ja, ik wil hem wel ondersteunen. Want de veiligheid voor het personeel in winkels is extreem belangrijk. Ik hoop ook wel dat het echt de laatste keer was en dat verder niets meer komt. Ik vind het voor hem heel vreselijk. Hij doet haar zijn best. Hij doet alles eraan, is vriendelijk. Het Adviescentrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid vindt het gesloten kassasysteem een goede eerste stap. Het zou bij kunnen dragen in het drempelverhogend werken voor een aanvaller en een overvaller. Maar de communicatie over je beveiliging is net zo belangrijk. Ga je voor pin-only of cashless, om het zo maar te zeggen, moet je dat heel duidelijk communiceren. En op je voorruit, op je pui, maar ook nog eens een keer bij de kassa en misschien ook nog eens in het zicht van de klant. Nou staan overvallers toch niet bekend om hun slimheid, hè? Hoe weten zij nou dat zo'n kassasysteem geen geld geeft? Nou, ze zijn weliswaar niet zo slim, maar zo dom zijn ze ook weer niet. Zij komen altijd wel een keer van tevoren binnen om te kijken hoe de situatie is. Ze moeten altijd een vluchtroute hebben, zo slim zijn ze nog wel.